Vandaag is het de Internationale Dag van de Moedertaal. Nu spreken we in onze regio natuurlijk allemaal Nederlands, maar daarin zijn er wel weer de nodige dialecten. Dialectdichter Rini van Haren dicht in het Maas en Waals. Maar in hoeverre leeft dat dialect nog onder de inwoners? Nergens in het hele land ligt een gebied zo schoon als tussen deze rivieren, waar ik zo graag woon. Het is wel meer voor de oudere generatie. De jongeren, dat wordt wel steeds minder. Maar ja, we proberen er op deze manier wel steeds veel aandacht voor te hebben. Spreekt u nog een beetje Maas en Waals? Wordt het dialect nog gesproken hier? Door mij niet. Zeker. Zijn er geen Maas en Waalse woorden die jij gebruikt? Ik ken er geen. Nou, ik denk wel dat je bij sommige mensen nog wel een dialect hoort, ja. Weet je wat boks is? Zijn die een onderbroek? Nou ja, goed, ik ben in ieder geval opgegroeid in een gezin waar dialect gesproken werd. En dan kom je op een gegeven moment op school en dan moet je ook wel ABN leren. Dat is ook prima, daar is niks mis mee. En ik zeg altijd, waarom niet tweetalig opvoeden? Hè? Dat is eigenlijk wat iedereen zou moeten doen in deze streek, vind ik. Ik hoop dat de jongeren dit ook allemaal goed kunnen verstaan als wij zo plat in de weer gaan. Tweetalig? Nee. Onzin beginnen we niet. Mag van mij. Maar ik vind het lijkt me wel heel erg lastig voor leerkrachten. Ja. Is het iets meer voor de ouderen? Ja, dat wil ik ook niet zeggen, maar wel zeg maar, ja, je moet ermee opgevoed zijn. De oudere generatie lijkt weer steeds meer interesse te krijgen in het dialect. Dus wanneer mensen boven de 40 komen, dan lijkt het steeds wat interessanter te worden weer om toch weer dat dialect weer terug te halen wat ze vroeger gesproken hebben. Dus daar is echt wel weer groeiende belangstelling in. De toffelooi, en dat is een tafellade. Ja. En in de toffelooi, daar werden vroeger allerlei dingetjes in bewaard. Van elastiekjes en van lucifersdoosjes. En als ik dan die opsomming noem, dan zie je een feest van herkenning door die zaal gaan. Als ik die dan voorlees, dan hoor je allerlei oh ja. En wat zeggen ze dan vaak? Ik weet nog goed dat het begon dat ik net mijn man leerde kennen. En toen zei hij van, ik ga de griezel halen. En ik dacht, waar heeft hij het over? En griezel, ja, dat bleek dus een hark te zijn. Ja, dat weet je dus niet. Meer mensen gaan beseffen, het is hier best wel fijn. Wie zit er niet voor altijd Maas en Waalen willen zijn? De regen van dit moment zal de rest van de avond en een deel van de nacht blijven aanhouden. Morgenochtend zal vervolgens droog verlopen, maar in de middag krijgen we met een nieuw regengebied te maken. In de avond blijft het nog buiig en trekt de wind ook aan tot vrij krachtig, met lokaal windstoten van 80 km per uur. Het is wel vrij zacht, bij zo'n 13 graden. Ook vrijdag verloopt wisselvallig, met geregeld buien die afwisselen met droge en zonnige perioden. Tijdens de buien kan er ook hagel vallen en er is wat onweer mogelijk. De dagen erna blijft de kans op een bui aanwezig, maar het wordt wel iets frisser. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 20 februari. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe aflevering van Nu in de Bios met de nieuwste bioscoopfilms die vanaf morgen te zien zijn in de regio. Morgenmiddag om 1 uur is op dit kanaal live de herdenking te volgen over het bombardement op Nijmegen dat dan precies 80 jaar geleden is. Uiteraard is er een verslag hiervan ook 's avonds weer terug te zien in onze nieuwsuitzending. Graag tot dan!